Ja, goedemorgen kerk. Wat leuk dat ik hier iets met jullie mag delen vandaag. Mijn naam is dus Maartje en ik wil het vandaag met jullie hebben over de kracht van positieve woorden. En 3 weken geleden was ik zelf nog op kidskamp. Dat is echt een aanrader trouwens. Niet alleen voor je kinderen, maar ook voor jezelf om mee te gaan. Helpt als je een beetje van kinderen houdt, want er rennen er wel 80 om je hoofd een week lang. Maar de kans die je daar hebt om te investeren in de kinderen is heel uniek. En op Kidskamp heb ik het met de kids ook gehad over de kracht van positieve woorden. Want ik heb het zelf heel erg op mijn hart dat kinderen hier al heel jong over leren. Over de kracht die hun woorden hebben en het effect daarvan op hun gedachten en die van mensen om hun heen. Maar toen ik dus hoorde dat ik hier vanmorgen mocht staan, dacht ik, nou, dat vind ik wel cool. Dan deel ik een vergelijkbaar verhaal. Zodat er hopelijk na vandaag nog meer positieve woorden gesproken gaan worden, ook over de hoofden van kinderen heen. Dus met ons als volwassenen onderling en ook tegen kinderen. En ik wil beginnen met een Bijbeltekst. En die staat in Romeinen 12, vers 2. Daar is die al. En daar staat, daarin zegt Paulus: word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken, zodat je mag gaan erkennen, mag gaan zien wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Oftewel, al het goede en al het mooie en al het volmaakte. En ik ga er meteen bij zeggen, ik denk dat je deze tekst wel op verschillende manieren kan uitleggen, zoals denk ik vaker met Bijbelteksten. Het hoeft elkaar niet in de weg te zitten. Je kan hem namelijk uitleggen als dat je wordt hervormd, dat het je overkomt. Dus je bidt ervoor, je vraagt God om je daarbij te helpen. God gaat in jou aan het werk en je wordt hervormd. En je denken wordt vernieuwd. En dat is denk ik ook echt een waarheid. En daar kom ik op het eind ook nog even op terug. Maar ik hou er zelf altijd ook wel van om zo'n tekst te lezen als dat er een opdracht in zit. Dus iets wat je zelf ook kan gaan aanpakken. Waar je zelf aan kan gaan werken. En het leuke is, als het gaat om vernieuw je denken, dan is daar ook zeker wel iets wat je daar zelf in kan doen. En denken kan over een heleboel dingen gaan, maar vandaag wil ik even inzoomen op het denken over jezelf en over mensen om je heen. En het helpt daarin, als je daarmee aan de slag wil gaan, als je je heel bewust bent van hoe je denken werkt. Want ons denken in ons hoofd bestaat uit heel veel gedachten. En die gedachten die kan je zien als paadjes die door je hoofd gaan. Het zijn verbindingen in de hersenen, maar zie het als paadjes. En die paadjes die door ons hoofd gaan, die worden steeds sterker als je ze vaker neemt. Die slijten een soort uit, als weggetjes in je hoofd. En dan werkt het ook weer zo dat als zo'n weggetje dan heel sterk is uitgesleten, dat het dan een volgende keer automatisch gebeurt dat je weer op dat paadje terechtkomt. Dan wordt het een soort gedachtepatroon door je hoofd heen. En dat werkt zo met positieve gedachten die we kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat je denkt, ik kan dit, ik ben sterk of ik ben geliefd. Of dat je je heel bewust bent van je zegeningen, dat je die echt telt en dat je die echt ziet. Maar dat werkt helaas ook zo met negatieve gedachten. En dat kan ook al heel vroeg beginnen bij kinderen of bij ons in onze jeugd. Als we daarna de dingen hebben meegemaakt of misschien als we opgroeiden in huizen waar veel strijd was boven ons hoofd, of als we zelf moeilijke dingen meemaakten, dan kunnen daar ook paadjes gaan uitslijten die negatief zijn. Gedachten zoals, ben ik eigenlijk wel iets waard? Wordt er wel van mij gehouden? Of willen mensen mij er eigenlijk wel bij hebben? Of dat je misschien denkt, die ander, geen idee wie, die is altijd slimmer dan ik, of leuker dan ik, of beter, of mensen zijn liever met die persoon dan met mij. Maar daar stopt het dus niet. Die gedachten kunnen we iets aan doen. En aan onze kids heb ik dat uitgelegd met een voorbeeld van olifanten. Want we kunnen hierin iets leren van olifanten. Zij hebben namelijk een eigenschap dat ze altijd, als ze zich gaan verplaatsen, dat ze de kortste route nemen. Dus ze volgen geen wegen, ze nemen niet netjes de afslag. Maar ze gaan overal dwars doorheen om maar de kortste route te kunnen nemen. En als ze daarbij bosjes tegenkomen of struiken of een jungle, dat maakt ze niet uit. Ze gaan daar dwars doorheen.
En misschien zie je het voor je, zo'n familie, misschien zo'n grote opa voorop en de rest erachteraan, die dan ergens zo dwars doorheen gaan. En als die dan met z'n allen gepasseerd zijn, dan zie je daar een nieuw uitgesleed paadje. Een olifantenpaadje. En dat is wat wij ook met onze gedachten kunnen doen. Als wij tegen die negatieve gedachten gaan inspreken met positieve woorden, met woorden die opbouwend zijn en woorden die kracht hebben, dan kunnen we daar nieuwe paadjes gaan uitslijten bij onszelf en bij mensen om ons heen die dat nodig hebben. En dat is niet met de eerste keer gebeurd en ook niet in de eerste week. Het zal misschien eerst onwennig zijn, maar als je ermee gaat oefenen, dan is het echt zo dat daar nieuwe paadjes gaan ontstaan die sterker en sterker worden totdat ze misschien zo sterk zijn dat ze dwars door al die anderen heen gaan. En ik ben me er ook van bewust dat het nu misschien wel iets makkelijker klinkt dan het is. Of misschien klinkt het nu nog wel leuk, maar als je er dan mee gaat oefenen, dan kom je ook snel weer vast te zitten. Dat is logisch, want het gaat om patronen en dat is ook moeilijk om te veranderen. Maar weet dan dat er ook heel veel hulp is en dat het ook heel dapper is, als je dat nodig hebt, dat je daarnaar op zoek gaat. Er is veel professionele hulp. Er zijn veel mensen om je heen die je erbij willen helpen. Kijk om je heen. Hier zit een hele kerk vol. En ook je vrienden en je familie gaan je hier sowieso bij willen helpen als je hier echt mee aan de slag gaat. En zoals ik in het begin ook aangaf, weet ook dat God je hier heel graag bij wilt helpen. Hij schrijft op zoveel plekken in de Bijbel hoe hij ons ziet. Als perfect en uniek gemaakt en als zo waardevol als een parel. En dat hij zoveel zegeningen voor ons heeft die hij ons elke dag wil geven. En ik geloof dat God zo'n groot hart heeft met zoveel liefde voor ons. En dat hij zo graag wil dat we daarin gaan geloven. Dat we onszelf en de mensen om ons heen gaan zien zoals God ons ziet. En niet alleen die liefde is iets waar we uit kunnen putten. Ook iets wat Pastor Erald vaak tegen ons zegt is denk ik hier ook heel erg waar. Dat de vreugde van de Heer ook hier je kracht is. En ik geloof echt dat als wij met z'n allen hier in die kracht gaan staan en als we hiermee aan de slag gaan, dat we dan op plekken waar dat nodig is een verandering kunnen gaan brengen. Misschien bij jezelf, misschien in je gezin of in je familie of misschien in je werk. Zeker als je werkt met mensen of met kinderen. Als je mensen in je omgeving hebt die dat nodig hebben, spreek die positieve woorden en ga zien dat daar iets verandert. En dit is misschien een proces en het kost misschien wat oefening, maar als we hier echt voor gaan, dan weet ik zeker dat we zullen gaan zien en zullen gaan uitleven wat in die tekst staat. Namelijk dat we worden hervormd door een vernieuwing van ons denken, zodat we zelf kunnen gaan zien, maar ook kunnen gaan uitdelen van wat God voor ons heeft. Namelijk alles wat goed is en alles wat mooi is. En alles wat positief is. Dus ik gun het jullie heel erg en ik moedig jullie erin aan. Ga ermee oefenen, ga ermee aan de slag en ga zien wat een verandering je gaat zien gebeuren.